Hallo. Goed dat je er bent. Ja, gezellig. Het is er gewoon. Altijd. Als ik langs de lijn sta, als ik in de kroeg zit. Soms wat meer naar de achtergrond, maar soms staat het ook gewoon keihard voorop. Even de goede koolhydraten invoeren, had ik wel. Dat ik je niet naar huis hoef te dragen. Dat zou mijn grootste wens altijd geweest. Gewoon even een paar dagen niet, jongens. Zo, maestro. Ja. Gaan we. Ik ben Wietske Wit. En sinds mijn vijfde heb ik type 1 diabetes. Hoe laat moesten we er zijn, Rijk? 8 uur. Oké. Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Het is echt hoofdletters pech dat je het krijgt. Je kan het niet voorkomen. Hoe vaak ik niet de opmerking krijg van hey Wiets, als je nou gewoon 10 kilo afvalt, dan is er toch niks meer aan de hand. Dan is het toch over. Maar waar je type 1 diabetes echt alleen maar met insuline kan behandelen, type 2 diabetes kan je heel erg letten op lifestyle. Meer in beweging komen. Want dan maakt je lichaam nog wel een beetje insuline aan, maar niet genoeg voor wat je nodig hebt. Eigenlijk is het rottig dat het dezelfde naam heeft. Want eigenlijk is het een andere ziekte en een andere behandeling. Maestro, veel plezier, hè? Alles wat je eet, dat moet natuurlijk naar je hersenen, naar je spieren. Dat moet je cellen in. Maar dat moet wel je cellen in kunnen. En insuline zorgt daarvoor. Maar bij mij en bij iedereen met type 1 diabetes, die motor van het insuline maken werkt niet meer. Ja, Taba, kom op! Kom op! Dus dan moet je altijd zorgen dat op een andere manier de insuline binnenkomt. Dus dat je je bloedsuikers het liefst tussen de 4 en de 8 houdt. Af en toe is het bijna onmogelijk om binnen die marge te blijven. Insuline dien ik toe door middel van mijn insulinepomp. Maar je hebt ook nog mensen die injecteren gewoon met een insulinepen. Dat betekent dus dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig zijn met hoeveel insuline moet er nu mijn lijf in. En dat, kan ik je zeggen, is een helve job. Lukt die al een beetje? Dat je een waterdichte bodem hebt, hè? Dus alle gaten moeten dicht. Oké, doe maar eens. Heel goed. Thank God there's insulin, roep ik altijd maar. Dus door mijn insuline kan ik alles eten en drinken en doen wat ik wil. Als ik maar rekening hou met hoeveel insuline er dan binnenkomt. Mag ik je even helpen? Ik heb een sensor in mijn lijf die mijn bloedsuikers dag en nacht doorstuurt naar mijn pomp. Dus als mijn bloedsuikers gaan stijgen of gaan dalen, word ik nu gewaarschuwd. Dit apparaat neemt voor het eerst in mijn leven nu 70% van mijn beslissing over. En ik kan je niet uitleggen wat dat voor een gevoel geeft. Dat is echt onbeschrijfelijk. Maar nog steeds ben ik 24 uur per dag, 7 dagen per week ermee bezig. Goed gelukt. Ruikt heerlijk. Yes. Ik ben super blij dat het eigenlijk na al die jaren nog zo onwijs goed met me gaat. Groen stuk. En ik ben ook heel trots op mezelf dat ik het elke dag maar weer flik om het te doen. Net op. Maar niet alleen mezelf, hè. Ook al die lieve mensen om me heen. Want type 1 diabetes heb je niet alleen. Dat heeft ook het hele systeem om je heen. En ik mag ook heel erg blij zijn dat ze er ook zo voor me zijn.